burgernaam zeer welkom. Mensen die thuis ook meekijken en meeluisteren, of zelfs op de publieke tribune. We hebben vandaag een beeldvormende en portofoonde sessie over het beleidsakkoord. Alle woordvoerders van denk ik, spreken alle partijen zitten in de zaal. PvdA. Kijk, dus we komen hier binnen. Een hele goede avond. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Dank u wel. PvdA zit digitaal. En ook gemeentebelang zit ook digitaal. Ik zie hier de meneer sowieso. Meneer Van der Heijden zie. Meneer Vader ook. En onder schermen nog een aantal mensen. Vanavond de beeldvorming raadspreek beleidsrapport 2022-2026. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart jongstleden is hier een proces gestart, gericht op de vorming van een raadsberekend beleidsrapport. Er zijn vervolgens 5 werkgroepen opgestart, onder leiding van mijzelf, de heer Van der Heijden, de heer Eekamp, mevrouw Zeeman en mevrouw Gondry. En met de input uit de 5 werkgroepen is een raadsberekend beleidsrapport geschreven. En het beleidsrapport is op 13 juni openbaar gemaakt, waarbij inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners gevraagd is om input te leveren op het beleidsakkoord. In het beleidsakkoord staan die punten waar alle partijen het over eens zijn. De punten waar ze het nog niet over eens zijn, komen later in de komende 4-jaarsperiode aan bod en zullen pas dan een onderwerp van discussie zijn. Aan de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners is gevraagd om input te leveren en dat kan nog tot 7 juli 2022. En aan het einde zal ik u meedelen hoe we met deze input zullen omgaan. En wat we gaan doen is, ik ga zo meteen de voorzitter van de desbetreffende werkgroep het woord geven, die desnoods een korte inleiding kunnen verzorgen of slechts willen zeggen, nou ja, u heeft het kunnen lezen. Dat doen we even bij alle werkgroepen en daarna geef ik het woord aan u allen om op de bepaalde punten in discussie te gaan. Dank u wel, voorzitter. Ja, misschien goed om te starten met een algemene introductie van hoe we tot het beleidsakkoord zijn gekomen. Het beleidsakkoord BES, getiteld We doen het samen, is tot stand gebracht in samenwerking met alle fracties. Vanavond hebben we daar een discussie over. Nou, het beleidsakkoord is gekomen nadat de verkenning klaar was. We zijn ook gestart in verschillende werkgroepen. Toen is afgesproken dat de heer Verheijen van de VVD, Stan van der Heijden van Jongerenpartij Jo en ikzelf het proces zouden gaan begeleiden om te komen tot het raadsbreed akkoord. En uit de verkenning bleek al dat alle partijen het beleidsakkoord willen uitwerken in verschillende werkgroepen. Uit de verkenning bleek ook dat er minstens 5 partijen een werkgroepvoorzitter konden leveren. En de procesbegeleiders hebben toen voor gekozen om in die 5 werkgroepen aan de slag te gaan. Bestuur en middelen, onder leiding van de heer Verheijen. Maatschappij, met voorzitter de heer Van der Heijden. Ruimte, met voorzitter mevrouw Gondry. Sociaal domein, met als voorzitter mevrouw Zeeman. En ikzelf heb de werkgroep Azure Projecten voorgezeten. Ik heb begrepen dat we al een tweetal reacties hebben mogen ontvangen vanuit inwoners. In alle werkgroepen, zoals in ieder geval de werkgroep waar ik zelf in heb gezeten, zijn zinvolle discussies geweest. Alle fracties hebben daaraan bijgedragen. En vervolgens hebben de heer Van der Heijden en dit mevrouw Van Gerwen een eindredactie verzorgd. Nou, daar is heel veel energie en werk in gestoken en volgens mij is de uitkomst een prettig leesbare tekst en het resultaat mag er zeker wezen. Ook is het beleidsakkoord al gedeeld met de ambtelijke organisatie. Die hebben ons van een uitvoerige reactie voorzien, waarvoor veel dank. De heer Van der Heijden en ikzelf hebben toen een eerste slag gemaakt om de ambtelijke reactie te verwerken, waarbij we zoveel mogelijk recht hebben willen doen aan de discussies die plaats hebben gevonden in de verschillende werkgroepen. En de laatste knoop hebben de 5 werkgroepvoorzitters vervolgens samen doorgehakt. Nou, tijdens de raadsvergadering van 23 mei hebben we aangekondigd dat we op 13 juni het concept beleidsakkoord zouden gaan delen en openbaar zouden maken. En dat is met dank aan de afdeling communicatie en onze griffie ook voor elkaar gekomen. Dus dat is erg fijn. Het beleidsakkoord is vervolgens gestuurd naar 97 maatschappelijke partners en het is ook via social media breed verspreid.
En inmiddels hebben we 2 reacties al schriftelijk mogen ontvangen. Die zijn op het rest te vinden. Nou, in overleg zullen we met Griffie, daar zullen we dadelijk in het discussie ook even over hebben, dat we zorgen dat mensen in ieder geval een reactie krijgen als ze ons iets hebben verstuurd. Nou, ik nodig alle fracties bij deze van harte uit om met elkaar vanavond in discussie te gaan over het concept raadsbreed beleidsakkoord, zodat we op 7 juli een besluit kunnen nemen over dit akkoord. Tijdens de raadsvergadering van 23 mei gaf al aan dat het ons een goed idee leek dat het nieuwe college na de zomer tijdens een themasessie presenteert hoe zij als team de komende jaren invulling gaan geven aan de richting van het raadsbreed akkoord in de vorm van een presentatie aan de raad. Dit biedt naar mening van de procesbegeleiders van het raadsbreed akkoord, zowel voor de raad als het college, een uitstekende gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de precieze invulling van de beschreven hoofdlijnen in ons raadsakkoord. Wij horen graag of daarvoor breed steun is in deze raad. Wij zullen in ieder geval in overleg met het college en de Griffie een voorstel bij het presidium inbrengen. Het werkgroep bestuur en middenweek zich bezighouden met veiligheid, met participatie en met financiën. Om met die laatste twee is eigenlijk het meeste over gezegd in het akkoord. Participatie komt terug in zo'n beetje alle thema's. Dat is dat alle partijen die tijdens de verkiezingen wel genoemd als een belangrijk issue. We hebben de participatie op maat genoemd, waarbij we eigenlijk een drietrap maken in, ja, in type participatietrajecten, waarbij het dan gaat echt over de verplichte participatie. Daar heb je een andere rol als dat als je als gemeente zelf het voortouw neemt. Denk bijvoorbeeld aan de majeure projecten die we zelf doen. Daar hebben we met name volgens mij een uitvoerige discussie over gevoerd met elkaar. En ik ben blij dat daar het nodige van een papier is gekomen waarmee het college straks aan de slag kan. En wat betreft financiën kiest de gemeente best, of kiest eigenlijk de raad van de gemeente best ervoor om niet alleen maar te kijken naar de komende 4 jaar, maar ook hoe kunnen we nou op de langere termijn een gezonde, financieel gezonde, stevige gemeente blijven. Dat is eigenlijk tot zover, voorzitter, wat ik daarover zou willen zeggen. De kant was, die heeft aangegeven dat hij met een voorstel gaat komen, dat hij vindt dat het weerstandsvermogen wat niet uitmuntend is, dat is boven de 2, wat dat wat u betreft niet noodzakelijk is, dat u als PvdA GroenLinks in de raadsvergadering met een voorstel gaat komen om dat mogelijk aan te passen. Heb ik zo goed? Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad een mail rondgestuurd naar de fractievoorzitter op enig moment toen ik hetzelfde constateerde als die ervaren, namelijk dat de hele beleidsrapport geen woord werd gewijd aan vluchtelingen en statushouders. Ik heb er echt weinig respons op gekregen van de fractievoorzitters, over 1 of 2. En dat vond ik onvoldoende om dan toch te besluiten om dan maar die tekst, of het voorstel wat ik had gedeeld, om dat in het beleidsakkoord op te nemen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was voorzitter inderdaad van de werkgroep Ruimte, Verkeer en Vervoer en Woning. Wij hebben ook 3 goede inhoudelijke sessies gehad, waarbij met name het onderdeel over wonen, dat we daar echt wel inhoudelijk het meeste het over hebben gehad. Waar we ook wel, maar dat heb ik ook wel begrepen met andere werkgroepen, maar in ieder geval ook zeker bij onze werkgroepen, vooral hebben gekeken van hoe concreet moet je worden? Kijk, daar heb ik net al even gehad, je zoekt een consensus tussen de 8 partijen waar het alle 8 over eens zijn, maar van de andere kant wil je ook niet gaan zitten op de stoel van de wethouder die dadelijk aan de uitvoering moet gaan werken, wil je ook nog daar ruimte in geven. En het is flink over naar weer gegaan, we hebben het stuk aangepast. Met het redigeren zijn er wat stukken samengevoegd of op bij andere onderwerpen terechtgekomen, ook vooral voor de leesbaarheid, dat het niet op 5 plekken over hetzelfde onderwerp zou gaan. Dus misschien dat het even voor de werkgroep even zoeken is van waar is het gebleven, maar ik denk dat we een goede werkgroep inhoudelijke sessies hebben gevoerd. Ik had een klein puntje naar aanleiding van de tekst over de hoogspanningsmasten. Dat is misschien goed om die op de actualiteit aan te passen. Even de pagina nummer zeggen. Pagina 24.
passage over hoogspanningsmasten, dat vanaf 2023 de hoogspanningsmasten worden verwijderd. En dat is helaas, zoals we in de krant hebben kunnen lezen, niet meer het geval. Dat is vanaf 2026, als ik het goed heb. Er komt een nieuw verkeerscirculatieplan. Dank u wel. Ik zal kort wat toelichten over het proces. Zo mogelijk ook enkele vragen beantwoorden, maar ik kan het niet in de discussie mengen, gezien de nieuwe rol die ik inmiddels heb. Als een van de coördinatoren, voorzitter van de werkgroep, maar op een bepaald moment ook de linking pin met de ambtenarij en zoals al aangegeven ook een stuk redactie. Dus als daar vragen over zijn, die kunnen beantwoorden. Ik ben voorzitter geweest van het hoofdstuk Samenleving. Wat valt daaronder? Van het hoofdstukje bestuur het onderdeel integrale wijkontwikkeling. En verder de volledige hoofdstukken economische zaken, onderwijs en sport, cultuur en recreatie. Dank u wel, voorzitter. Ik zal een kort stukje proces doen. We hebben met een aantal mensen bij elkaar gezien van het sociaal domein, onder voorzitterschap van Dirk Zeeman. En met name eigenlijk gekeken naar jeugd, VMO en participatiewet. En daar werd net inderdaad wet inburgering aan toegevoegd. Dus die zullen we daar nog in het akkoord in meenemen. We hebben eerst gekeken naar wat ligt er allemaal al. Want we hebben op het sociaal domein de afgelopen 4 jaar best wel veel slagen gemaakt en ook goed samengewerkt. Dus we hebben eigenlijk geconstateerd dat we al op de hele goede weg zijn en dat we lokaal goed georganiseerd hebben met elkaar. Met name Westwijzer bijvoorbeeld is gewoon erg goed georganiseerd. Tegelijkertijd zien we een aantal ontwikkelingen die de druk op het sociaal domein laten toenemen. De vergrijzing bijvoorbeeld, die al speelt, de stijging van de jeugdhulpvragen en nu ook de stijgende lasten bijvoorbeeld, waardoor ook middeninkomens steeds meer onder druk komen te staan. Daarom zien we een kans, maar ook een noodzaak om te pionieren. Want tegelijkertijd hebben we ook binnen het sociaal domein capaciteitsproblemen. Er komt dus nogal wat op ons af, is eigenlijk de conclusie van ons als werkgroep. En daarom willen we het college en de ambtelijke organisatie, maar daar ook de uitvoering bij, de ruimte geven om in te spelen op die actualiteit, te experimenteren en ook te pionieren, waarbij we pilots willen uitvoeren, lef tonen en daar mogen we ook dingen bij misgaan. We willen ook kijken naar initiatieven uit andere gemeenten, wat we daarvoor kunnen leren, want we hoeven echt niet overal het wiel voor uit te vinden. Daarbij hebben we het college een opdracht gegeven, of in ieder geval dat gaan we doen met dit akkoord, om een integrale analyse te maken per wijk, zodat we goed inzichtelijk maken wat waar speelt. En dat we gaan prioriteren en daar gericht preventief op gaan inzetten. We moeten ook keuzes maken. En daarbij moeten we onze mantelzorgers, onze vrijwilligers en onze partners goed betrekken. En met name dat stukje vrijwilligers en mantelzorgers, daar moeten we ook koesteren en proberen die vrijwilligers uit te breiden. Daar hebben we net kort over meedoen ook al iets over gezegd. Ja, verder staat er heel veel meer in natuurlijk. Maar wat we proberen is met een stukje lef en durf en pionieren het sociaal domein behapbaar te houden en beheersbaar te houden, zodat de zorg toegankelijk blijft eigenlijk voor alle inwoners van jong tot oud. Want dat was het denk ik wel. Dank u wel, mevrouw Winkman. En dan doe ik de vloer open voor vragen en opmerkingen. Anderen. Mevrouw Hondrie. Ja, we hadden één textueel puntje dat we eigenlijk misten bij op pagina 16 onder het onderdeel jeugd. Wij zouden heel graag terugzien bij alinea 4. Ook blijft het belangrijk dat we blijven inzetten op versterkende samenwerking met onze ketenpartners, Veilig Thuis, de beschermtafel, de Raad van de Kinderbescherming, de Jeugdbescherming, etc. Wij zouden heel graag daar aan toegevoegd zien en ouders/verzorgers. Want wij vonden dat die eigenlijk bijna niet in het stuk naar voren kwamen, terwijl dat natuurlijk een van de belangrijkste partners zijn als het gaat om de jeugd en de hulp voor de jeugd. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb het proces mogen begeleiden van majeure projecten. Ik heb daar zelf dus het voorzitterschap genomen. De heer Meeuwis heeft daar als lid namens D66 ingezeten. Alle fracties waren daarbij vertegenwoordigd. Er zaten 2 projecten in die werkgroep, de 2 concrete projecten. Het is het stationsgebied en de gezamenlijke huisvesting en de ontwikkeling aan het dorpsplein. En daarnaast het thema duurzaamheid. Het is natuurlijk niet echt een project, maar we hebben het wel om praktische redenen in die werkgroep behandeld.
Nou, we beginnen even bij duurzaamheid. We kwamen eigenlijk tot de conclusie, we doen eigenlijk al best wel veel in West als het gaat om duurzaamheid. Maar we zijn wel op zoek naar een soort kapstok, een samenhangend stappenplan hebben we dat genoemd, om onze ambities te kunnen realiseren. Er staat veel op de planning de komende jaren. We hebben ook gemerkt dat de Sustainable Development Goals, je ziet steeds meer gemeenten aanhaken bij het idee van, nou ja, we zijn niet alleen op de wereld, maar we doen het juist vanuit een bredere visie. En we dachten, nou, die Sustainable Development Goals zou wel eens een mooie manier kunnen zijn om een beetje in die kapstok te verwerken. En we hebben eigenlijk een beetje het college uit willen dagen van, kom maar straks met een plan waar in ieder geval drie van die goals in zijn verwerkt. Wat ik al zeg, een veel belangrijke thema's op de rol. Het uitgangspunt is dat we openstaan voor nieuwe ontwikkelingen, maar ons op zullen stellen als slimme volger. Voor wat betreft duurzaamheid is dat eigenlijk wel de kern. Ik kan er veel meer over zeggen. Ik vind het ook nog eens wat ik wel gezegd heb, dat ik het wel mooi vind dat we als raad best wel een behoorlijk breed pakket aan concrete acties hebben kunnen weten te vatten in het akkoord. Met 8 partijen samen. Dat is best iets om trots op te zijn. Volgens mij laat het echt wel zien dat we serieus meters willen maken de komende jaren als het gaat om duurzaamheid. Kijk naar stationsgebied. Als je kijkt naar stationsgebied, hebben we natuurlijk vlak voor de verkiezingen een besluit genomen over de kaders voor de verdere uitwerking van het gebied. Nou, het lag toen in die vergadering al best wel dik bovenop dat we qua proces nog wel van alles vonden en wilden. En wat we hebben volgens mij heel goed hebben gedaan in de werkgroep is een aantal procesafspraken gevat in het akkoord met wat we de komende jaren of de komende periode van het college verwachten. Denk aan een totale visie van Oost en West, zoals het in het akkoord staat. En ook nog een aantal andere zaken, zoals het gaat om participatie enzovoort. Als het dan gaat om het dorpsplein en de gezamenlijke huisvesting. Ja, je zult begrijpen dat daar politiek best wel verschil van inzicht is in over hoe dat proces verder zou moeten na de motie van 8 maart. Nou, we hebben ook in het raadsakkoord natuurlijk een stukje waarin je opschrijft over de zaken waar je het over eens bent. En die komen in het akkoord. De andere zaken bespreken we volgens mij in de zaal, in de arena van de politiek. Nou, 7 juli aanstaande vindt natuurlijk een themasessie plaats over het onder andere motie, onder andere over het initiatiefvoorstel. En op dat moment wordt er dan ook in de raad vervolg gegeven aan dat thema. Dus niet in het beleidsakkoord, wel in het openbaar zoals we dat gewend zijn te doen met het beleidsakkoord. Dat is een hoofdlijn met het majeure projecten. Deze tekst wel geschikt vinden, ja of nee? Zo interpreteer ik het. Want er wordt gesproken over een voorstel wat mogelijk 180 graden anders is dan wat hier op papier gezet wordt. Ja, even over het puntje verduurzaming. Heb ik net al heel even over gehad in een andere vorm. Althans, de bestaande woningbouw moet met name verduurzaamd worden, want nieuwbouw wordt al goed. Dan dank ik iedereen hier in de zaal aanwezig. Ik dank de mensen op de tribune. Ik dank de cameraman. En ik dank alle mensen thuis voor het vele luisteren. Ik wens u allen een hele goede thuisreis. Dank u wel. Ik heb het idee.